het allerleukste wat ik vind om voor Hazy te werken is inderdaad dat je hier je productie heel dichtbij in de buurt hebt. Dat is echt een paar meter lopen en je bent in de bouwhal. Dus alles wat je tekent, dat zie je een week later bij spreken al in productie liggen. En dan kun je ook met die jongens sparren, van doe je het goed. Dan hebben ze opmerkingen, dat leerproces gaat supersnel. En dat is, ik vind dat geweldig. De laatste keer dat ik echt trots voelde dat ik hier werkte, was dat ik mee mocht gaan proefvaren op de 80 meter. Dus een schip waar ik echt heel veel bij betrokken ben geweest. En om dan in werkelijkheid een keer op te staan en ook mee te mogen varen, was echt wel heel gaaf. Mijn naam is Jos Verbrugge. Ik ben manager van de Shipbuilding Engineering Department bij Hazy Yachts. Onze afdeling is zo belangrijk voor het eindproduct, omdat alles wat wij tekenen, zeg maar, wordt één op één gefreesd voor productie. En daarmee bepalen we eigenlijk ook de werkwijze van productie. En dat begint eigenlijk bij voorontwerp, die maken een conceptontwerp, die maken een begin van basic design. Productie bouwt uiteraard. En wat wij doen is eigenlijk precies wat er tussenin zit. Dus wij maken het basic design af. Wij doen de detail engineering. We maken workshop drawings. Alles wat met klassificatie en vlagstaat besproken moet worden, dat doen wij. Alles wat met de klant besproken wordt, dat verwerken wij in het pakket. En wij zorgen ervoor dat we een compleet pakket aan productie kunnen afgeven. De afdeling Shipbuilding Engineering hebben een aantal functies. Dat begint met tekenaarwerkvoorbereider. Dat zijn eigenlijk de mensen die de tekeningen maken, die de bestellingen doen. Daarboven heb je de werkvoorbereiders. Dat is eigenlijk een assistent van de projectleider. Daarboven de projectleider zelf, die de spin is in het web. Daarboven nog twee assistenten. Eentje voor de teamlead en eentje voor de constructeursrol. En daarboven sta ik als manager voor de afdeling. De afdeling Shipbuilding Engineering hebben op dit moment twee vacatures staan voor projectleiders. En dat zijn de mensen die het project organiseren voor mijn afdeling. Mijn naam is Ricky Dank. Ik ben projectleider op de afdeling Shipbuilding Engineering. Zelf ben ik eigenlijk mee in contact gekomen toen ik op school zat. Ik heb een van mijn stages heb ik hier gelopen. En vervolgens ben ik eigenlijk vakantiewerk hier blijven doen. Van daaruit ben ik eigenlijk meteen naar school. Ben ik hier begonnen als tekenaar. Dat heb ik een paar jaar gedaan. Toen ben ik werkvoorbereider geworden en sinds een paar jaar ben ik nu projectleider. Als projectleider zorg je eigenlijk voor dat je een basisontwerp, van voorontwerp, dat je het omzet naar een gedetailleerd ontwerp waarmee productie uiteindelijk het daadwerkelijk schip kan bouwen. Wat je moet kunnen, je moet natuurlijk leiding geven aan je team van mensen. Je moet technisch inzicht hebben. Je moet tekeningen kunnen controleren, maar ook je moet detailontwerpjes op kunnen zetten, waar de tekenaars mee verder kunnen gaan om het echte ontwerp op te stellen. Het werken voor Hazy, wat ik het leukste eraan vind, is dat je gewoon echt meteen ziet wat je hier hebt geëngineerd, dat het in productie gewoon werkelijkheid wordt. Het leuke van die functie is dat die heel allround is. En dat is ook zoals onze werf is georganiseerd, van verkoop tot aan after sales. Alles doen we in feite hier en alles krijg je ook mee als projectleider. Als je van een mooi product houdt en ook houdt van uitdagingen in techniek, in organisatie, dan moet je echt bij ons werken. Want hier krijg je het hele proces mee en hier maken we de meest mooie producten. Als je leuk lijkt om met gemotiveerde collega's aan de mooiste schepen te werken, dan zit je hier op de juiste plek.